Speelbeveren begint mij dus een play-off tegen de nummer 2 van de 1B. We kijken naar de opstelling van de twee teams. Beveren. Mercier tikt hem in de loop van Soa. Dit is een mogelijkheid en tegen de deklat. En die bal botste ver van het doel. Hier nog eens het tikwerk van Henri in de loop van Mercier. En die denkt sneller dan Hubert. Veel ruimte voor Soa. Bertone moet dat gat dan dichtlopen. Soa van heel erg ver. Krijgt een herkansing via Nielsen. Soa nu met rechts. En dat was iets beter dan zijn eerste poging met links. Maar hij is de meest gevaarlijke pion van Mark Brijs. 3 keer naar het doel kunnen schieten. 1 keer tegen de lat. 1 keer werd dat schot hier afgeblokt door Nielsen. En in de herneming trapt hij over de goal van Schrijvers. Wil de grote brug uitvoeren. Het komt er niet helemaal uit. Kan wel nog voorbrengen. Goede voorzet. Sinani, het is Verstraten. En die scoort. Een heerlijk uitgevoerde goal van Louis Verstraten. Jur Schrijvers die wilde de maat nemen van de Nor. De passeerbeweging leek een beetje mislukt. Maar hij ging gewoon verder op zijn net. 0-1 voor Waasland-Beveren. Ze hebben hun levenslijn. En ze kunnen misschien nog de rechtstreekse degradatie ontlopen. Het is wel nog een uur. Ze zijn ook de mindere ploeg in dit spannende duel. En deze goal mocht terecht wel zijn. Hij mag hem aannemen van Kamal Soa. In de enige strook van het veld waar de zon nog aanwezig is, probeert Oa Leuven er doorheen te geraken. Meteen Schrijvers! En Siebe Schrijvers, we zijn 1,5 minuut ver in de tweede helft. Zijn eerste 2 baltoetsen en hij maakt een briljante goal. 1-1 van Haaien. Die eerste helft verliep vlekkeloos. Oh, de rust met die voorsprong. En dan ben je nog niet eens echt begonnen aan die tweede. En Schrijvers legt die bal dan schitterend voorbij Nordin Jakkers. Onhoudbaar. En dus 1-1. En de scheidsrechter die de zon gaat voorlopig onder voor beide teams. Het seizoen kan hier eindigen. Heijmans aan de rechterkant. Goeie voorzet voor Vrijen. Redding van Romo. Binnenkant rechts nam de Zwitser hem op de slof. En dan nog een nieuwe poging van Koytuin opnieuw. Goed opgelost door een Waasland-Bever dat dus 2 keer na elkaar echt kon dreigen. Vrij op die voorzet van Heijmans in 1 tijd. De overname, schitterende parade hoor, een echte kattenreflex van Rafael Romo en de tweede. En heeft hij ook zijn achternaam niet gestolen. Dit is een goed pasje van de Nor, de voorzet en Henri kopt hem over. Henri, eindelijk is hij daar, we hebben hem amper moeten vernoemen. Geen buitenspel van Xavier Mercier, ook niet van Henri denk ik. In de rug van Camas en van Indek. De pas richting Heijmans. Voorzet van Heijmans en de goal. De goal aan de tweede paal van opnieuw Louis Verstraten. Zijn tweede van de voetbalavond, maar de vlag de lucht in. Hij grijpt zich naar de haren. Het was Sinani die de bal achteruit legde voor Heijmans. Voorzet in 1 tijd. Schitterend effect op. Dan moet het buitenspel zijn geweest bij de pas richting Danel Sinani, want anders kan er nooit sprake van zijn, ook geen overtreding of zo van Louis Verstraten. Hij maakt gewoon zijn tweede goal en komt op 1-2. En dus opnieuw. Krijgt nu dus geen happy ending, maar het kan allemaal nog. Maar eerst Waasland-Beveren met een schitterende actie van Nielsen door de benen van zijn directe opponent. Het was doelbewust de bal richting Sinani. Vanuit het middenveld deze keer in de rug van Ouedraogo. En dan is het het hoofd of de borst van Rafa Romo. Waasland-Beveren. Dicht bij een verlossende derde doelpunt. En de redding en dan nog eens Romo. Het is een schietkraam voor Rafa Romo. Nog niet afgelopen. Hier nog eens de hoekskop van Sinani. En dan is het Wuitens die naar de grond kopt. En Brendan Schoonbaard. De twee centrale verdedigers. Die een gigantische kans krijgen op de 1-3. 2 keer Romo met geweldige reflex. Lang zit daar allemaal dichtgeslipt. En Nielsen die
met de laatste baltoets goed tussen beiden komt. En Waasland Beveren wint van Oud Heverlee Leuven. 1-2 is hier de eindstand aan de dreef. Oangel gaat dus geen play-off 2 spelen.